Hoi, welkom terug op mijn kanaal. Leuk dat je weer kijkt. Ik heb een nieuw product dat we samen gaan proberen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het één keer geprobeerd. Dat beviel me niet. Maar toen ben ik gaan lezen en toen bleek dat ik het verkeerd gebruikte. Dus, tweede kans. Ik doe even mijn bril op, dan kan ik het even voorlezen. Dit is de Revolution Pro Miracle Cleansing Balm. Dat ziet er zo uit. En dan zeggen zij: Our supercharged cleanser has been formulated to help you with. To help you wind down at the end of the day whilst effectively removing makeup and impurities. Leaving your skin feeling refreshed, nourished and soothed. Our Pro Miracle Cleanser Balm has a blend of 9 essential oils and extracts, including bergamot, orange peel oil, sweet almond oil, seaweed and ginseng, as well as added skin caring peptides and vegan collagen. Nou, dan heb je hier weer allemaal van die claims. Ja, dit had ik eigenlijk moeten lezen. Je kan hem ook als masker gebruiken, trouwens. Use a generous 1P. Ik weet niet wat het is. Size amount to gently massage onto dry face for 30 seconds to 2 minutes. If you're wearing makeup. Lightly massage the eye and lip area until makeup begins to break down. Use your Pro cleansing cloth to clean with warm water to sweep away the balm, leaving on a clean skin for 15. Oh, dat is niet. Het is niet één zin. To clear away the balm, leave on skin for 15 minutes for a nourishing face mask. En wat staat hier nog? Oh, dat is hetzelfde wat ik net gelezen heb. Er zit een doekje in. En dan is dit. Waar staat het? Het product. Met een doosje. En dat doosje kan dan nu. Oh, dat doe ik wel even aan die kant. Zo, dat doosje kan gelijk weg. Wat ik op de Boozy Shop site heb gelezen, is dat je het moet inmasseren. Even bij je vingers opwarmen, dan inmasseren. Beetje water erbij om het tot een milk te laten gaan. Ik doe even mijn oorbellen uit. Sorry. En dan met warm water verwijderen. Nou, dat heb ik hier niet, dus dan ga ik even naar de badkamer. Maar ik wil zo min mogelijk pauzeren. Dus ik heb hier dat Sunna spraywater, dat gebruik ik dan heel eventjes. En dan gaan we gewoon kijken wat er gebeurt. Zo. Einde van de dag. Het is trouwens Westerse verjaardag vandaag. Ik heb een mascara even afgegeven, zien jullie dat? Een alledaags make-upje op eigenlijk. Als je de dop eraf haalt, is er zo'n beschermding. Want ik heb al eigenlijk alleen maar vandaag met Wessel even, hoe heet dat? Koffie gedronken en taartje gegeten buiten de deur. Verder vieren we het niet, want hij is op pad met vrienden en zo. En uit eten. En, Amsterdam.
concert. Zoiets. Gisteren zijn we met Wessel en gezin van mijn vriendin. En dan komen al wij en zij, twee gezinnen, komen al op 10 man. Want zij heeft 4 kinderen, daar heeft ze 1 aanhang na haar man. Dat zijn er dan 7. En wij met z'n drieën hebben sushi gegeten. En hartstikke leuk. Iedereen zingen voor Wessel. Wessel is 22. Hij stuurde een foto van zijn vrienden, dat hij met zijn vrienden, dat ze met z'n drieën op het terras zitten en zo. En dan denk ik, wat vind je toch knap, jongen. Ik ben helemaal, dat is mijn kind. Ja. Hij is lang, hij is slank, hij is blond. Hij heeft een hele dikke kop met, niet van die krulletjes, maar krullen, zeg maar. Meer als slag, minder dan krulletjes zoals, niet zoals Kees van de Spek dat heeft, zeg maar. Maar gewoon mooie, ja, krullen. Heb hele volle lippen. Heb grijze ogen en volle wenkbrauwen. Het is echt een knap gozer. Het is jammer dat ik hem niet mag laten zien hier zo. Ik doe even met mijn maskerkwast. Wat eruit scheppen. Is dit een generous amount? Dat denk ik wel, hè. Op de Bougie Shop zeiden ze even zo. Totdat het in een olie is. Het ruikt een beetje citrusachtig. Ik heb hier een handdoekje. Dan doe ik een heel klein beetje water erbij. Moet ik dit nu echt 2 minuten doen? Nou, ik weet niet. Ik ga even mijn gezicht wassen. Ben ik zo terug. Nou, het is eraf gewassen. Ik moet zeggen, het voelt heel fijn aan. En het lijkt alsof mijn eigen huid weer zichtbaar is. Gaan we de proef even op de som nemen. Ik neem even een zo'n make-up doekje met wat micellair water. Er komt nog wel een beetje vanaf, hoor. Oeh. Maar ik moet zeggen dat ik rond mijn ogen niet goed heb gedaan. Want dat vond ik een beetje eng. Weet u niet hoe je ogen daarop reageren? Maar ik zie het nog steeds.
Ja, nou. Oké, ik ben sowieso van de dubbel cleanse. omdat ik eigenlijk altijd zeker wil zijn dat alles eraf is. Ik ga de Revolution Pro Miracle Night Serum even opdoen. Dat is deze. Mensen zeggen dan dat het zo lekker ruikt, maar ik vind het zo niet lekker. Zo. Wat ik ging zeggen, ik doe altijd een dubbel cleanse, want ja, je weet het nooit zeker. Maar voor de eerste cleanse in plaats van met een milky cleanser of zo, vind ik het niet vervelend. Klinkt dat logisch? Het werkte met toevoeging van het water inderdaad wel beter als de eerste keer dat ik het probeerde. Maar ik moet zeggen, in de badkamer met warm water, toen kreeg ik echt een soort milky substantie in mijn handen. Want het zat natuurlijk ook op mijn handen. Maar het voelt, ja, ik ga zo meteen nog nachtcreme op doen, maar ik laat even de serum inwerken. Het voelt wel fijn op je huid. Ik kan me voorstellen dat er ook een heel fijn masker is, die je dan daarna weer afdoet. Dat was het voor vandaag. Ik wilde alleen even die cleansing balm proberen. Ik heb wel andere cleansing balms ook geprobeerd en over het algemeen werken ze prima, denk ik. Maar goed, deze is een beetje, ja, je moet er even, ik denk dat ik hem in de badkamer zet, want dan ben ik gelijk daar. Dan kan ik gelijk met warm water of lauw water verder wassen. Dus deze blijft niet bij mijn kaptafel, maar gaat naar de badkamer. En dan kan ik daar elke avond hem gebruiken. Nou, dan rest mij alleen maar te zeggen, welterusten, want ik ga zo lekker naar bed. En dan bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Duimpje omhoog. Doei!